Ik ben Jeffrey Lagrand en ik ben elektrotechnicus van beroep. Ik doe industriële elektrotechniek in automatisering, zeg maar. En, ja, dat is mijn vakrichting. Hoeveel uur werk jij normaal gesproken? Normaal werk ik 40 uur per week, gewoon fulltime. Ik kan me voorstellen dat het vrij zwaar werk is ook, wat je doet, intensief. Zo nu en dan is het wel fysiek zwaarder. En, ik doe eigenlijk geregeld ook wel veel inspectiewerk, dus inspectiewerk is wel wat lichter werk. Er wordt dan wel weer wat rapportagewerk bij en zo, en dat is dan wel weer veel denkwerk en veel, voor mij best wel moeite doen om veel, ik ben niet zo vaardig in contourkunsten, zeg maar. Mm-hmm. En ja, dus dat is voor mij altijd wel even intensiever als dat ik gewoon fysiek werk. Maar het is heel afwisselend het werk wat ik heb. Het is zowel fysiek als ook wel wat lichter werk. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? Vanaf mijn beroepskeuze, dus vanaf een jaar of 16, 17, zeg maar. Dus begeleidend leren, de hele leerweg gevolgd, MTS. En zo, denk ik vanaf mijn 16e. Ik ben nu 42, dus dat is een behoorlijke tijd alweer. Dik 25 jaar. Ja. En wat heeft jou daartoe geleid om naar Huis aan het Water te komen? Nou, dat was natuurlijk omdat ik 2 jaar geleden diagnose chronische lymfatische leukemie gekregen heb. Ja, in een heel onzeker stadium, dat de artsen ook niet weten van op welk stadium je bent en hoe de ziekte zich nog verloopt. Dus ja, dat is dan natuurlijk dat je wereld onder je voeten vandaan verdwijnt. Dan ga je verdiepen in de ziekte. Nou ja, dan kom je ook hele nare dingen tegen op internet. En dus eigenlijk geestelijk was ik er even heel erg mee bezig. En fysiek nog niet eens zo heel veel last van de ziekte, maar echt het geestelijke verhaal, dat was een dingetje. Dus ik was eigenlijk even helemaal uitgeteld door het geestelijke verhaal. En arbotechnisch eigenlijk gewoon wel weer gelijk aan het werk gebleven. En ook gewoon heel goed met de werkgever contact gehad. En gewoon eigenlijk te vroeg eigenlijk wel weer gestart, waar ik er eigenlijk niet aan toe was. En vanuit het ziekenhuis, vanuit de arts, vandaan had ik psychische hulp gekregen vanaf de Saans Medisch Centrum. Ja, en die zei eigenlijk hebben we een betere plek voor je, dat is Huis aan het Water. En zo ben ik eigenlijk bij Huis aan het Water terechtgekomen voor alle interventies en hulp. Ja. Ik zie ons nog zo zitten met het intake. Ja, twee intake was eigenlijk precies 2 jaar terug. Ik had een intakegesprek gedaan met jullie en Jolanda was er ook bij. Ja. Ja, ja, want je bent getrouwd. Nee, nou, niet getrouwd, maar wel... Oké. Zo niet gehuwd, maar het is wel gezin. Geregistreerd partnerschap, zoiets. Ja. En je hebt ook kinderen. Ja, dus dat had best wel ook wel impact op je hele gezin. In principe in het begin is het een hele aanslag en dan... Ja, als ik nu terugkijk, dan was ik zelf natuurlijk helemaal, je bent heel, vooral met je eigen bezig. En ja, dat is natuurlijk in het gezin dan ook ineens een dingetje. Ja. Ja, en dan met de gesprekken met Mattie, dan leer je langzamerwijs wel weer mee om te gaan. Ja. Ja, en dan de hulp van jou ook gewoon in het hele proces met de werkgever. Ja. En Ryan met de interventies, met het bewegen. Ja. Ja, want eigenlijk heb je toen direct heel veel ingezet, hè? Je startte toen bij Mattie en met Ryan heb je gesport. En... Ja, eigenlijk alle en de diëtist hier in het huis en de gesprekken gevoerd. Geweest. Ja. Ja. Een hoop onderdelen gelijk aan deelgenomen. Ja, heel pakket. Ja. En wat heeft dat je uiteindelijk gebracht? Nou, dat ik toch alweer gauw weer de rust op kon vinden en je krijgt toch die kleine strohalm om ermee om te gaan. En nu zie ik de ziekte niet meer echt als een probleem. Tenminste, ja, het is er, maar het is niet meer een angst. Ik leer ermee leven en het is er. Ja. Ik word nooit meer beter, maar ja, er zijn ook mensen die heel oud worden met deze ziekte. Dus ja, hier ook heel veel gezien in het Huis aan het Water. Ik denk, zo kan het ook. Ja, dat hadden we het ook al eerder op de dag had ik het er ook al over. Je hebt natuurlijk ook je lotgenoten contact, maar die had jij ook, maar dan bij het sporten natuurlijk ook. Ja, het sporten. En dan hadden we daarna een koffiegroepje en dan hadden we op een gegeven moment wel gesprekjes en dingetjes. En dan hoor je elkaars verhalen een beetje aan. Ja.
Ik heb in het begin wel heel veel gebracht, ook wel heel veel gewoon gesterkt. Ja. Doordat je ook elkaars verhaal hoort en ook hoort wat hoe een ander daarmee omgegaan is en dergelijke. Wat jou ook weer geholpen heeft. Ja, dus dat heeft mij best wel heel veel geboden in het begin. En ja, op een gegeven moment, we zijn al 2 jaar verder en we hebben natuurlijk nu, zo'n beetje half jaar geleden, een beetje alles afgebouwd. Ja. Ook omdat de baas ook weer natuurlijk een beetje weer 100% arbeid verwacht, hebben we dat best wel snel opgebouwd na de corona eigenlijk. En ja. Sta ik waar ik nu sta. Ja, ja. Want dat hele reïntegratietraject, ik heb jij daar toen bij begeleid, hè, onder andere. Hoe heb je dat ervaren? Zonder namen te noemen, hè? Ja, heel goed. Het is het hele traject heeft me echt wel heel veel gebracht. En ik heb ook heel veel geleerd. En, ja. Ja. In het begin weet je zelf ook niet wat je met de hele situatie aan moet. Dan heb je gewoon echt wel een duwtje in de rug nodig. Ja. 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 Dus het was mede op basis van wat je hier aan begeleiding had, hè, van Matty en Ryan en dergelijke, en mijn begeleiding. En ja, het is toch een beetje, in het begin weet je niet wat je overkomt. En de meeste mensen die om me heen zaten, die kun je ook niet echt helpen. En je zit eigenlijk met hetzelfde verdriet. Ja. Ja, dan kun je hier wel met heel veel mensen ook over dezelfde situaties praten. En dan dingen die thuis gebeuren, want in het gezin ging het natuurlijk ook niet zo goed dan. Ja, dan praat je met mensen hier, die hebben dat eigenlijk ook allemaal meegemaakt. Dus dan kun je dingen vergelijken en ook hoe die mensen dat ervaren en hoe ze dat oplosten en hoe ze er eigenlijk weer uitgekomen zijn. Ja. Dus dat biedt je best wel veel hulp. Ja, mooi. Zo kijk ik er ook op terug. Als ik nu ernaar terugkijk, dan denk ik, dat is toch wel... Dat heeft het Dat ik eigenlijk dat ik het traject startte, toen dacht ik, heb dat niet nodig. Want dan denk je van, dat is niks voor mij. En, dan ga je er eigenlijk heel cynisch in en dan zie je uiteindelijk wel dat je dat wel heel erg goed kunt gebruiken natuurlijk, deze hulp. En dan blijf je eigenlijk wel een tijdje ook weer hangen in die hulp en dan moet je weer eruit en dan moet je gewoon je leven oppakken en toch wel weer zien dat je eigenlijk sterker geworden bent in deze strijd en dat je eruit kunt komen. Ja, want op dit moment loop je nog wel bij Matty? Ja, ik heb een tijd geen afspraken meer gemaakt en heb ik er eigenlijk niet van gekomen nog eens. Zal dus nog wel een keer volgen, maar... Ja. En sporten, dat doe je nu wel? Nee, dat doe ik niet meer hier in het Huis aan het Water. Dat doe ik nu, met de corona is dat heel moeilijk natuurlijk om nu een sportschool even te vinden om wat anders te doen. Maar ik ben wel thuis natuurlijk nu vooral een tandje hoger en proberen dat op te pakken. Ja. En straks als alles weer open is na de corona, wil ik ook zeker gewoon weer echt in diezelfde frequentie doorgaan zoals ik het hier ook met Ryan opgepakt heb. Ja, ik had het net nog met Ryan even over jou inderdaad. Want nu ben jij weer fulltime aan het werk. Lukt je dat? Gaat dat? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk wel weer heel erg gerust. Omdat het eigenlijk dat Arbo-verhaal werd ook een dingetje. Ook omdat de Arbo-dienst eigenlijk bovenop me zaten. En dat het toch wel een probleem was dat ik daar nog tijd voor kreeg voor de interventies in het Huis aan het Water. Mm. Ja, dat is natuurlijk de Arbo-dienst onwijs in mijn nek. De werkgever die vond dat op een gegeven moment wel een keertje goed. Ja, die zegt van joh, ze zien niks aan mij en ik ben natuurlijk fysiek gewoon gezond en ik was aan het werk. Ja. En dat is juist best verwarrend voor mensen. Dan denk ik, weet je, hij is er weer en ze zien niet je beperkingen. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment last van vermoeidheid. Dat is eigenlijk mijn enigste beperking waar ik, als je dan heel veel fysiek aan het werk was, dan was dat een dingetje. Mm-hmm. Komt bij dat ik voor december was er ook nog een keer bij mijn diabetes 2 geconstateerd. Ja, en dat is nu eigenlijk op rit. En daar kwam eigenlijk ook wel een groot deel van die vermoeidheid bij. En vanaf januari ben ik eigenlijk daar ook weer goed op ingesteld. Ja, en sindsdien gaat het eigenlijk prima met me. Niet meer moe en fysiek best wel veel aan het werk gegaan. Okay. Lange dagen. Ja. Ja, en eigenlijk gewoon wel rust in mijn lijf van joh, het zit wel goed. En ook gewoon dat het weer... Dat ik gewoon weer 100% beter gemeld sta bij de werkgever en dat ik gewoon weer opnieuw gestart ben, zeg maar. Maar jij zei net, het is chronisch, dus het betekent wel dat het ooit zou weer terug kunnen komen. Ja, de ziekte is er. Het zou natuurlijk de verkeerde kant op kunnen gaan. Ik sta goed onder controle. Ik ben nog onlangs weer bij de arts geweest en dat zat nog steeds, de waardes stijgen wat en zakken wat. Ja, en nu deze keer weer hele gunstige waardes. Dat was eigenlijk
in die 2 jaar eigenlijk niet eens gestagneerd. Het is hetzelfde eigenlijk nog vanaf de diagnose. Mm-hmm. Ik, half jaar terug was het ineens wel wat hoger. Mm. En nu was het weer zo laag als dat ik eigenlijk bij de arts binnenkwam. Ja, yeah. Yeah. Dus ja, zegt ja, in principe in die 2 jaar is er niet veel veranderd. Nee, nee. Dus dat is ook een geruststelling. Mode. Oh, ja. Want in het begin, de eerste fase, ja, weet hij niet waar je staat en hoe de ziekte zich verhoudt. En dan kunnen ze ook geen antwoorden geven. Nee, nee. Ja, dan heb je heel veel vragen en ja, die geven ze je niet. Nee. En nu, na 2 jaar, kan zo'n man ook zeggen van, ja, weet je, dat zit wel goed. Dat zal niet gauw uit de hand lopen. Nee, nee, nee. Dan geeft u wel weer een geruste gevoel. Ja, toch? En voor mezelf ook is dat ook wel een stuk... En de wetenschap staat ook niet stil. Mm-hmm. Dat zit ook allemaal in een sneltrein. Blijft ook altijd wel ontwikkelen. Blijft ook weer steeds ontwikkelen. Zijn hele gunstige behandelmethodes nu. Ja. In mijn ziekte. Ja. Dus ja, dat stelt ook wel veel meer gerust als dat, dat je net de diagnose krijgt. Ja, ja, precies. Geef van het ergste uit, zeg maar. Ja. Maar het is wel fijn dat het Huis aan het Water jou wel heeft kunnen begeleiden. Ja, die je hebt kunnen begeleiden in dat hele traject. Dat ze ook gewoon, ook bij Mattie van, joh, en, en ja, ook hoorde ik dingen bij de arts die dan ook waarschijnlijk niet zo waren. En zei Mattie wel eens van, is dat echt zo? En heb je dat zo bedoeld? Vraag dan eens, vraag het is zo en zo. En ja, alsof je dan, nou en inderdaad, als je dan de vraag anders stelde, dan zei hij dat het ook niet zo negatief was als dat je dat zelf vaak allemaal maakte. Ja. Ze geven je geen antwoorden, ze geven je geen garanties, want dat doet geen enkele arts. Maar ja. Ja. Ja, dat weet je van een gezond mens ook niet. Weet je ook niet wat, waar die morgen staat en waar die over volgende week nog is in zijn gezondheid... Maar jij bent je meer bewust van, die onzekerheid, dan iemand die misschien nog heel gezond is. Ja. Jij bent je er meer bewust van. Ja, je krijgt toch te maken met een ziekte en dan hoorde tot voor kort nog hele naar de dingen bij. En toch ook wel, er staan levensverwachtingen bij en daar ga je mee rekenen. En als ik dan al zoveel jaar dat heb, dan ben je eigenlijk aan het aftellen. Ja. Zou je ook nog wat willen vertellen? Want Jolanda heeft hier ook haar hulp kunnen vinden. Ja, mijn partner die was natuurlijk ook gewoon, die zei in het begin eigenlijk heel veel van jij zegt dat je de ziekte hebt, maar ja, wij hebben het ook als gezin. En in het begin ben je helemaal niet mee bezig, want dan denk je, ik heb het. En dus eigenlijk ga je eerst uit elkaar. Je bent natuurlijk heel erg zelf met je ziekte bezig en ik deed de stappen hier en met de werkgever bezig en mijn partner ook de eigen leven natuurlijk met de werk en dat soort dingen. Dus je hebt het allebei heel druk en ik was hier met gesprekken en met jou bij de werkgever in gesprek en dat soort dingen, daar was zij nooit bij, wel af en toe. Ja, ze wou graag ook natuurlijk op de hoogte zijn en ze kon dat allemaal niet meekrijgen, dus eigenlijk krijg je thuis ook een soort wrijving. Nou, daar is dan hier ook bij het Huis aan het Water ook wel goed op ingesprongen. Dan kon ze ook met iemand praten en dan kreeg ze ook stroo allemaal van, dat hebben iedereen in het begin. En ook gewoon wel, ze hebben ook met lotgenoten gepraat. Ja, dan was het eigenlijk best wel heel, dat is bij iedereen eigenlijk precies hetzelfde liedje. Dan komt eigenlijk dezelfde verhalen allemaal naar boven. Dus dan hoort ze ook wel weer dat die mensen die dat al langer in datzelfde schuitje zitten, dat het ook wel weer goed komt en dat er op een gegeven moment ook wel weer samen gepraat wordt. Ja. En dat was bij mij ook na een jaar, dacht ik ook van toen het eerste jaar was het allemaal heel negatief. En het jaar daarna, dan ga je weer opbouwen en dan ga je ook weer aan je gezin werken en alle problemen proberen te tackelen die er op dat moment zijn. Ja. Het is op een gegeven moment een aanslag op het hele gezin, de kinderen die hebben ermee te maken, dus op school gaat het wat minder. En ze horen wat, ze weten niet alles, je vertelt ze niet alles. Vooral de kleinste, die kun je niet te veel dingen vertellen natuurlijk. Ja, dat is ook een heel gevoelig jochie. Ja. Dus dan is het Huis aan het Water ook gewoon een goede plek, want dan kunnen het hele gezin kunnen daar ook gewoon terecht. Er zijn ook doedagen en veel activiteiten, waar ook kinderen, ook lotgenoten van elkaar, ook weer gesprekken kunnen voeren, ook wat oudere kinderen tot een jaar of 12. Ja, dat is toch wel heel veel activiteiten, zeg maar, in het huis. Mooi. Ja. Mooi dat voor het hele gezin dat hier terecht kan dan, hè? Ja. Iedereen kan terecht eigenlijk. Ja. En, super. Ja, voor alles is wat te doen. Mooi. Ja. Nou, het hierbij laten? Is goed. Ja, mooi.
heel verhaal. We hebben mooie... Ja, maar